Bij de Remea Terra Ace is het niet mogelijk om de kilowatten van het CV-vermogen in te stellen, maar je kunt wel in de thermostaat en op de ketel instellen hoe snel hij moet verwarmen. Dat doe je als volgt. We gaan hier naar het installateurmenu. Krijg je eerst de vraag van weet je zeker dat je daarin wilt? Ja, dat weten wij zeker. En dan zie je hier de opwarmsnelheid en die staat bij mij in dit geval op langzaamst. Maar je kunt daar in verschillende gradaties kun je daar instellen hoe snel je, of hoe langzaam je hem wil hebben. En het idee hierachter is dat dit bepaalt hoe dat de ketel zal gaan optoeren op het moment dat er warmtevraag is. Wat we in mijn vorige filmpje zagen bij de Nefit ProLine. Die zal meteen naar het maximale vermogen gaan en pas daarna langzaam afzakken. Bij Remea hier deze instelling leidend zijn bij het bepalen hoe dat het brandergedrag van de CV-ketel is op het moment dat er warmtevraag is. Door deze dus langzamer in te stellen, eigenlijk zo langzaam als dat het nog mogelijk is binnen de woning, zul je ook daar gas mee kunnen besparen. Dezelfde instelling is ook te vinden op de ketel zelf. We gaan hiervoor naar het installatiemenu. En dan gaan wij naar CP730. CP730. En deze staat in dit geval bij mij op 1. De waardes die hier kunnen voorkomen, dat zijn 0, extra langzaam. 1 is langzaamst. 2 is langzamer. 3 is normaal. 4 is sneller. En 5 is snelst. Standaard af fabriek staat deze waarde op 3, normaal. Maar ik heb hem dus op langzaamst gezet, op 1 na langzaamste stand, om ervoor te zorgen dat de ketel rustig optoert en niet veel te snel veel te veel vermogen gaat geven. Wat verder nog mogelijk is, is het aanpassen van de nadraaitijd van de pomp. Hiervoor gaan we weer naar het installatormenu. En hier gaan wij op zoek naar PP015. PP015. De nadraaitijd van de pomp is standaard 2 minuten. Ik ga dit ietsjes verlengen naar 4 minuten. Maar hier kun je vervolgens gewoon een waarde opgeven tussen de 0 en 99 minuten. Waarbij je af fabriek op 2 minuten staat. Verder hebben we ook nog PP016. Dat is het maximum pomptoerental tijdens het CV-bedrijf. Dit is een waarde die moet tussen de 60 en de 100% liggen. Staat af fabriek op 80%. Dan hebben we nog PP017. Dat is het maximum pomptoerental bij de laaglast als percentage van het maximum pomptoerental. Dus dit is 30% van 80%. Ja, dat is een hele lekkere hersenbreker, maar dat is 017. Dan hebben we nog PP018. Dat is het minimum pomptoerental bij het CV-bedrijf. Het is 30%. Die moet tussen de 20 en de 100% liggen. PP018, het minimum pomptoerental, staat standaard op 30%. Ik ga toch kijken wat er gebeurt als ik op 20% zet. Normaliter pomptoerental bij laaglast moet altijd op de minimumwaarde staan die die kan leveren. Nou, deze pomp die kan moduleren tot 20%, dus dan ga ik dat aanhouden. Dus dan zijn de enige twee wijzigingen die ik in mijn situatie heb doorgevoerd, dat ik de toerental, minimum pomptoerental heb verlaagd. Het maximum pomptoerental heb ik gehouden zoals het was, 80%. Dat zou ik eventueel nog kunnen aanpassen, maar bij mijn weten moduleert de pomp in mijn situatie redelijk goed. Dus dat laat ik even staan, dan mag hij zelf een beslissing in maken. En de 0015, het 4 minuten nadraaitijd, die handhaaf ik even om ervoor te zorgen dat de warmte die nog in de ketel zit, nadat de ketel is gestopt met branden, wordt getransporteerd naar beneden, naar de radiatoren. En dat die niet onnodig op zolder blijft hangen waar de warmte geen nut heeft. Tot zover.